Ik ga op speeddate en wel met 3 experts van ABN AMRO. En zij praten me bij over inkomstenbelasting, koopkracht en pensioen. Peter Pleizant. Ik ben Vrouwtje. Welkom bij deze Up to Speed Date. We gaan het hebben over inkomstenbelasting. Okay. Het kabinet kwam onlangs met het plan om de belastingheffing op vermogen in box 3 te wijzigen. Zeg ik het goed? Dat zeg je goed. Wat houdt die wijziging precies in? Nou, het kabinet wil met name iets doen voor de spaarders. Die betalen nu belasting over een rendement dat ze niet hebben ontvangen. En daardoor betalen ze wat meer belasting en daar wil het kabinet nu wat aan doen. Dus er komt een vrijstelling waar heel veel spaarders voordeel van hebben. Dus eigenlijk om spaarders te beschermen? Ja, dat zou je kunnen zeggen. En waar bestaan die wijzigingen dan precies uit? Nou, er komt een heel nieuw stelsel, tenminste het is nog maar een plan. En dat betekent dat er eerst gekeken wordt naar het totaal van de bezittingen. Als dat meer is dan 30.000 euro, dan ga je afzonderlijk kijken naar de hoeveelheid spaargeld, overige bezittingen en naar de schulden. En die worden apart fiscaal behandeld straks. Dus er wordt echt voor het eerst gekeken naar de werkelijke hoeveelheid spaargeld en daar geldt een voorverteld rendement voor van 0,09% op basis van de cijfers die we nu kennen. Dus dat kan nog wat veranderen. Maar wordt het dan niet interessanter om te gaan sparen in plaats van te beleggen? Ja, dat zou je wel zeggen, ja. Maar beleggers die weten beter. En die weten dat het gaat uiteindelijk om het netto rendement. Dus dan kan het zo zijn dat je misschien iets meer belasting betaalt, maar dat je uiteindelijk meer rendement overhoudt dan iemand die spaargeld heeft en niet of nauwelijks rendement haalt. Ja, dan is het ook wel logisch dat er ook met de belastingheffing rekening wordt gehouden. Nou, dankjewel. We zitten net zo. We zitten er net lekker in. Nico, jij bent ABN AMRO's expert op het gebied van koopkracht. De koopkrachtstijging lijkt in 2020 hoger uit te vallen dan we aanvankelijk dachten. Hoe komt dat nou eigenlijk? Ja, dat komt door de belastingverlaging. We krijgen een nieuw belastingstelsel met 2 schijven. Maar dat zou 2021 beginnen. Die laten nu al in 2020 plaatsvinden. Dus dat verlaagt de belastingen. Ja. En ze hebben ook een maatregel genomen door de verlaging van de vennootschapsbelasting, die gepland stond voor het komend jaar, niet door te laten gaan. En het geld dat ze daarmee uitsparen, dat komt dan ten gunste van de koopkracht van de gezinnen. Maar wie hebben daar dan het meeste voordeel van die goede economische groei de afgelopen jaren? Nou, dat zie je vooral bij de toename van het aantal banen. Er zijn enorm veel banen bijgekomen en er zijn nu zo'n 800.000 mensen meer aan de slag dan in het dieptepunt van 2014. Enorm, ja. En het is een toename van bijna 10%. Ja. En daar zie je de enorme winst. Fantastisch, toch? Ja, dat is geweldig. Ja. Tegelijk, als we kijken naar de mensen die al een baan hadden, of al een uitkering hadden, of al gepensioneerd waren, daar zie je ook nog wel wat verschillen. De winst zit vooral bij de werkenden en dan de mensen met een iets hoger inkomen, of met kinderen. En de mensen die een uitkering hebben of een pensioen, die gaan er, dat is goede nieuws, die gaan er, zoals het er nu uitziet, ook op vooruit, maar wel minder dan anderen. En daar wordt er heel veel over koopkrachtplaatjes gesproken. Wat vertellen die ons nou eigenlijk? Nou, eigenlijk niet zoveel als we zouden denken. Want het gaat over een situatie dat mensen in een bepaalde omstandigheid zijn en die verandert niet. Je hebt werk, je houdt werk, je bent gepensioneerd, je blijft uiteraard gepensioneerd. Dan zijn er overheidsmaatregelen en er zijn loonstijgingen en er is inflatie. En de optelsom bepaalt uiteindelijk wat de koopkrachtontwikkeling is. Maar daarnaast, als je gaat samenwonen, als je gepensioneerd raakt, of je gaat van baan veranderen en krijgt een loonsverhoging, dat beïnvloedt de koopkracht ook in sterke mate. Dus het is een beperkt beeld van de werkelijkheid. Oké. Hoe ervaar jij die koopkracht? Nou, dit was hem. Heel veel dank. Ja. Leuk. Ik ben Piet. Ik ben Vrouwtje. Welkom. Dankjewel. Jij bent expert pensioenen van de ABN AMRO. Hoe oud ben je zelf? Ik ben 36. Dus voorlopig nog niet met pensioen? Ik was er niet van plan, nee. De AOW gaat komend jaar flink stijgen. Maar als ik het goed begrijp, dan stijgt dus die AOW, maar de inkomsten uit je pensioen daalt. Nou, het verschilt per pensioenfonds. Het is zo dat als je pensioenfonds een dekkingsgraad heeft die onder de 100% is 5 jaar lang, dan moeten ze korten in de pensioenuitkering. De gemiddelde dekkingsgraad in Nederland is 104%. Dat betekent dus dat pensioenfondsen gemiddeld 104 euro in kas hebben voor 100 euro aan verplichtingen. Nou, dan lijkt er in die zin niks aan de hand. Nee. Maar er zitten grote verschillen tussen. Er zijn er ook die een dekkingsgraad hebben van 90%. Dus je moet zorgen dat je bij het goede pensioenfonds zit. Ja, en dat heb je niet zelf in de hand natuurlijk. Mensen kunnen dat zelf checken, dat zou ik ze in ieder geval aanraden. Nou begrijp ik ook dat er een premiestijging is voor werkenden en voor gepensioneerden een korting. Kun je dat uitleggen? Omdat die dekkingsgraad zo laag is voor veel fondsen, dat kun je op 2 manieren oplossen.
Stel je dekkingsgraad van het pensioenfonds is onder de 100 en dat is al 5 jaar zo. Dan zullen volgens de huidige regels die pensioenfondsen het komende jaar moeten gaan korten. Maar een andere mogelijkheid is natuurlijk om ervoor te zorgen dat aan de andere kant meer geld in het pensioenfonds gestort wordt. En dat is wat werkenden doen via hun loonstrookje. Dus als je op je loonstrookje kijkt, je ziet dat er een gedeelte van je inkomen naar je pensioenfonds gaat. Ja, dat is een manier om het probleem op te vangen dat er te weinig geld in kas is. Ja. Ja. Dit was hem. Oké. Dan had je nog over rekenrente willen vragen. Oh ja, inderdaad. Nou, volgende keer. Ja, precies. Dankjewel. Oké. Zo, dat waren leuke en interessante speeddates. Ik ben in ieder geval weer goed op de hoogte. Ik hoop jullie ook.